Mensen, ik kom aan hier aan de route voor Hulst, binnenstad. Hier even de bus 20 die naar Hoes treinstation gaat. Ik heb daar op deze zicht niemand in opgemerkt, maar dus hier stationsweg voor de ingang binnenstad via de Gentse straat. Dus het is ook wel nog een keer goed een overzicht van Hulst te hebben op een latere tijdstip hier ook. Momenteel is het rond 5:15, we gaan het zo dadelijk zien aan de klok van de Gentse straat. Terug hier de zone 15 km per uur voor, ik zie hier ook nu dat ze extra vazen gezet hebben hier in de Gentse straat. Allee, momenteel nog wel zonder planten. Die 15 km per uur, woonerf, winkelerf, ja, in de praktijk reed men wel iets sneller. En dan hier ook de route, rechterkant. Route richting binnenstad, de andere kant terug eruit. Dus het staat duidelijk aangeduid hier met deze pijlen. Ik kan nog even erop komen. Dus moment hier bijna 5:15, de Hulst Centrum. Ja, de Gentse straat is wel redelijk druk in wagens. Zie je wel op de avond. Bon, de route van de wegaanwijzers hier, alleen voor de voetgangers. Ja, iedereen ziet het in de praktijk. Het is niet zo evident. Hé. Men loopt een beetje links en rechts. Wel in beide richtingen. Het is ook wel een feit. Men schrijft er vaak over. Het is een automatisme bij iedereen. Men denkt er soms niet aan. En automatisch, ja, wandelt men toch soms een keer de andere route. Voilà, dus hier zicht op de Grote Markt. De horecazaken. Het is nog altijd een leuke temperatuur hier. Ja, de binnenstad heeft minder last van de storm. Hier ook de mogelijkheid dat de terrassen verbreden worden. De Grote Markt. Zicht op de Sint-Willibrord dus. Hier nog een mooi zicht, wel even tegen de zon in op de Gentse straat. Voilà. Ik ga nu terug langs de Steenstraat hier. Ja, de Steenstraat is direct terug de rustige locatie. Ja, ook de doorstromingsstraat, laat ons zeggen, om terug Hulst te verlaten via de dubbele poort.
Maar bij dergelijke temperatuur zou er wel moeten redelijk veel volks hier zijn nog op de bierkaai. Zie, maar dat is net hier het probleem. Die zaak is hier al gesloten om 17 uur. Die koffiezaak, dus dat maakt nu, ja, het is mooi weer en zo. En dat is gewoon dicht. Hé. Dat is natuurlijk wel het verschil tussen de grotere steden en hier bijvoorbeeld. Dat bepaalde zaken sluiten om 17 uur, wat wel redelijk vroeg is. Ik zeg, het is best mooi weer om hier nog even te komen genieten van de terrassen. En natuurlijk aansluitend heb je de restaurants. Die zijn natuurlijk wel toegankelijk op de avond. Hé. Dat is logisch. De terrasruimte en zo. Het is niet het beeld dat men zou kunnen verwachten van de grotere steden, maar ook opnieuw, er is hier geen treinstation, geen doorstromingsverkeer zoals dus dat maakt buiten de grote markt is dat meestal het beeld hier, dus wel deze redelijke stilte. Ik ga terug richting Dubbele Poort. Ja, er is heel veel wind, ook al duidelijk is de storm te merken buiten Hulst. Ik heb het daarnet ook in beeld brengen. Het is echt sterke rukwinden, maar morgen zal men wel de volle laag krijgen. Ik verlaat terug de binnenstad, maar ik zal nog even gaan tot het busstation. Zie dat ik er nog mooie aansluiten erop. Ja, en ook opnieuw, inderdaad, mijn video's van Sint-Niklaas. Je hebt daar de jongeren die daar zijn aan het busstation. Maar dat is gewoon de reden ook, het is daar een doorstromingspunt. Het treinstation is daar, de connecties om overal naartoe te kunnen. En hier is het letterlijk zo 17 à 18 uur en alles stopt. Hé. Het is niet zo dat men nog een doorstromingsverkeer heeft. Ik zeg ook, de Westerschelde hier is een terminuspunt. Hé. Bij wijze van spreken, als je naar Kloosterzande gaat, naar Walsoorn, dan stopt het. Je kan niet verder. Er is geen veerboot en noem maar op. Hier aankomst, busstation. Ja, je zou bijna denken dat mijn Vlaanderen zijn hier, om welke reden. Er staat een lijnbus links en er komt nog een tweede lijnbus aan. Dus een pracht van een plaatje hier. Dus daar staat de 22 en dus hier heb je de lijnbus zonder nummer momenteel. Ja, de reden is, op een bepaald tijdstip rond het begin van de avond rijden er twee bussen van de lijn richting Hulst busstation met ongeveer een dertigtal minuten verschil. Dus feitelijk, als die bus 22 vertrekt, de andere bus, als ik me niet vergis, vertrekt een dertigtal minuten later. Maar normaal gezien, hier ook, heb je de situatie met de grensbus, dus van 1 in het uur natuurlijk.
Ja, en terug wel wat er bijzonder opvallend is, zoals men zegt. In Sint-Niklaas heb je bij de lijnbus tientallen, honderdtallen mensen op dat plein daar rond. En zoals je hier ziet, heb je wel de mensen die terugkeren van Sint-Niklaas eventueel voor Hulst en omstreken, zoals wij dat soms doen. Maar ook niet om te zeggen van, er stappen hier nu mensen in die eventueel terug naar België gaan. Er zijn ook wel nog latere bussen, de laatste rond een uur of acht. Maar je ziet, er is ook geen Nederlandse bus. Dat is een mooi plaatje hier, Hulst busstation met de lijnbussen. En voor de rest, beste mensen, ja, een Nederlandse bus met de beste wil van de wereld, er staat geen één. Over tientallen minuten komt de lijn 10. Dat is de laatste bus, dus de laatste lijn 10, die vertrekt hier om 18 uur en iets. En dan stopt het ermee. Zo het mooie plaatje van Hulst busstation, de lijnbussen. Zo, beste mensen, was even een streetview op een latere tijdstip door Hulst. Je hebt kunnen zien, het leven door Hulst. Ik zeg de grote markt, de horecazaken die toch wel volk hebben, maar terug het probleem van buiten het centrum, die zaken aan de bierkaai. En dan ook hier zie je toch wel, er is niet zoveel volk,